Ja, Jan, je staat met de Ferrari Trento, niet de Zandvoort-editie, maar ja, in het kader van het 75-jarig bestaan is er toch een ja, Zandvoort-editie van de Ferrari Bubbles, zoals we die kennen. Hoe vind je dat? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Hè? En ik zei het al eerder vandaag, dat normaal moet je veel harder werken om zo'n mooie fles te krijgen. Dus en dan spuit je hem leeg op het podium, als het goed is. Maar goed, dat is nu even niet aan de orde. Maar leuk in ieder geval. Hè? Juist iedereen die autosport een warm hart toedraagt. En met name dan de Formule 1. Die omarmen wij enorm. Dus dat is hartstikke leuk. Hoe is dat om die flessen te zien? Dat champagne spuiten hoort er natuurlijk helemaal bij. Hè? In de Formule 1. Weet je hoe lang dat al is? Geen idee. Maar nee, dat zou ik niet weten. Maar volgens mij was Dan Gurney de eerste die dat deed. In Le Mans? Ja, precies, in Le Mans. Dus dat zal ergens geweest zijn in 1958 of zo. Dus die startte wel een traditie. Ja, want in jouw tijd was dat ook al. Ja, absoluut, absoluut. Je ziet het nu op de kartbanen ook. Hebben ze kinderchampagne als maar spuit. Dus die traditie gaat er wel even door. Champagne afgelopen weekend was voornamelijk voor Checo Perez, die Max Verstappen twee keer versloeg. Hoe heb jij dat weekend in Baku beleefd? Nou, het was heel interessant natuurlijk, hè? Want we zijn normaal gesproken gewend dat die rollen omgedraaid zijn. Maar je zag dat Max echt gewoon alles nog niet op tijd gefine-tuned kreeg. Hij was niet helemaal happy met zijn sessie. En in de race ook. Hè? Hij deed echt zijn best om binnen die DRS te komen. Maar dat was een hele moeilijke tegenstrijdigheid. Want naarmate die dichterbij kregen, werden zijn banden te warm. En omdat zijn banden te warm waren, kon hij niet in die DRS komen. Dus hij moest er echt voor werken. Hij was ook, moet ik zeggen, enorm oprecht in de persconferentie. Ten aanzien van dat Checo het gewoon goed gedaan had. Dus het was niet zo van ik had nog wat over en laat Checo maar een keer winnen. Dat was het niet. En hij gaf ook gewoon ruidelijk toe van dat Checo gewoon dit jaar gewoon stappen gemaakt heeft. En dat hij gewoon wat scherper en beter is. Maar ja, we krijgen nog circuits zoals Monaco, wat natuurlijk totaal niet te vergelijken is met die korte bochtjes misschien wel met Baku. Maar we krijgen nog een enorme variatie aan circuits. En ik denk dat als we wat meer de traditionele, normale circuits krijgen, dan zal Max nog wel een voordeel hebben. Er was een groot verschil hoe Max het beleefd had, of in ieder geval hoe hij na de race reageerde tussen sprintrace en hoofdrace. Want na die sprintrace was hij aardig pissig op Russell. Ja, nou, dat was ook wel begrijpelijk, omdat we kennen Max zeker gewoon, misschien het laatste jaar al, dat hij gewoon in de eerste ronde, in de eerste bocht, niet meer gewoon van die zelfmoordacties uithaalt of wat dan ook, hè, voor zover hij dat überhaupt deed. Maar hij is gewoon veel behoudender geworden, hij snapt gewoon, hij zit erin voor de long game, zeg maar. Hij weet gewoon dat over een heel jaar dat die punten gewoon belangrijk zijn. En hij beseft ook dat als dit je slechte weekenden zijn, ja, dan doe je het goed natuurlijk. He, dus dat beseft hij. Hè? Dus die punten, dat is straks een optelsom van het hele jaar. En als jouw slechte race een uitvalbeurt is. Hè? Maar hij was voornamelijk op Russell was hij heel boos, omdat hij gewoon zo slordig was. He, hij liet aan die buitenkant best wel gewoon veel ruimte. He, want hij kwam aan de rechterkant bijna tegen de muur, omdat hij de bocht zo wijd nam. En Russell kwam er gewoon met te veel snelheid kwam hij erin. Hij had echt de auto van Max nodig om die bocht te halen. Ja, en dan is dat ook gewoon een domme actie. Want daar kun je ook je eigen band mee kapot raken. En naderhand bespeelde natuurlijk Russell het publiek een klein beetje op een laconieke manier. He, gewoon omdat jij Max Verstappen bent, wil niet zeggen dat je doorlaat. Dat vond ik een beetje demagogisch. Hè? Dus hij pakt een klein beetje van de waarheid. En dat versnijdt hij met gewoon een klein leugentje. Want hij maakte zelf gewoon best wel een fout door gewoon te diep en te scherp erin te gaan. En niet die ronde rotatie, zeg maar, synchroon te hebben met Max. Want dan kun je samen door de bocht. We hebben heel veel rijders samen door allerlei bochten zien gaan het afgelopen weekend. We hebben ook heel veel fouten zien gaan, hè, vooral in de Formule 2. Maar ik denk dat Max gewoon hoofdzakelijk kwaad was dat hij zo onzorgvuldig was en zoveel risico nam. Als Russell dan naderhand zegt van ja, sorry, my bad, maar ik kreeg hem niet meer de hoek om, ik remde te laat. Dan is er niks aan de hand. He, maar als je dan ook nog ervoor verstopt en daar toch op een andere manier op reageert, ja, dan wordt niet alleen Max pissig, maar ik denk dat ik dat ook zou zijn. Christian Horner zei, dit gaat Max niet vergeten.
Ja, maar weet je, Max die reageerde na de race natuurlijk van nou, dan doe ik dat de volgende keer ook. Dat is natuurlijk in de emotie. Want je moet natuurlijk nooit degene die je bekritiseert als jouw leermeester gebruiken. Dus ik bedoel, hij maakt een stomme fout en dan gaat Max ook straks stomme fouten maken. Ja, natuurlijk niet. Stomme fout, ik overdrijf het een beetje. Gedeeltelijk is het racen. En normaal was het ook gewoon een normaal race-incident. Maar het was meer de reactie van Russell, die een beetje laconiek en pedant was. Die maakte Max boos. Dat is het eigenlijk. Wat verwacht je voor komend weekend in Miami? Eigenlijk business as usual. Ik denk wel dat we als resultaat zullen hebben dat gaandeweg het jaar, dat we echt wel kunnen verwachten dat de Red Bulls heel dicht bij elkaar gaan zitten. Maar we hebben ook gezien dat middenveld, dat is ongelooflijk spannend. Ferrari die is aan de ene kant bezig om natuurlijk het gat te dichten met Red Bull. Maar aan de andere kant moeten ze hard vechten om die Aston Martins van zich af te houden. Dus ja, iedereen die ziet de competitie en het gaat heel wisselvallig en leuk zijn. Ik hoop dat Nyck de Vries ook een keer zijn weekend gaat krijgen waar hij kan laten zien wat hij kan. Maar ja, in topsport is het wel zo kunnen en doen. Er zijn er misschien wel honderdduizenden die kunnen het. Maar er zijn er maar een paar die het doen. En dat zal in Nyck's geval ook moeten gaan gebeuren.